Ja, en nu bent u terug bij cultuurinactie.nl. Daar zou hier een gast aan tafel zitten, maar ach. Ach, mevrouw, hoe is het toch met u? Oh, ik wil even u meteen een hand geven. Want... Nou, ik wilde u ook een hand maar geven. Dat maar dat gaat niet. In verband met het protocol, hè? In verband met het protocol. Mag ik hier zitten? Zitten waar u wil. Ga hier maar zitten. Dat is hier, mooi. Hier, dat is beter. Ja. Ja. Dat is geen enkel probleem. Zo, wat ontzettend fijn dat ik bij u mag zijn. Mevrouw Reinildus Duivenee de Wit. Juist, Duivenee de Wit. Mag ik heel even eerst beginnen met iets heel anders? Ja, dat mag. Het is namelijk zo dat mij is opgevallen de afgelopen week... Zijn hier ontzettend veel... Zo, dat is Elnet. Neem me niet kwalijk. Ik herken de geur. Ja, 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 dat klopt. Mijn ja. moeder heeft het ook. Oh ja? Ja. Ach, dat is echt... Leuk. En als het nog steeds... Jij mag geen reclame maken. Nee, maar dat geeft niet. Ik denk dat de sponsoren hier niet echt heel erg mee halen. Nee, maar nou, goed. Maar wat ik wilde zeggen, want u onderbreekt mij. Ja, nee, niks. Het is zo... Ja, maakt niet uit. Het is zo dat niemand, maar dan ook werkelijk niemand... heeft een cadeautje meegenomen voor... De host of de hostess. Nee, niemand. Hiervoor ook niet, hè? Nee. Belachelijk. Belachelijk. Ik heb wat voor u meegenomen. Af en toe een taart van een cateraar, maar dat was het dan ook. Nee, ja, maar dat is kinderachtig. Ach, kijk eens, dit geweldig. Wat anderhalve lief. Meter afstand. En ik heb voor de jonge lui die daar achter de camera staan... die heb ik gewoon bonbons meegenomen, hoor. Een hele doos. Super ja. sympathiek. Ja. Nou, dat ja. vind ik heel leuk. Super sympathiek. Zet maar hier. Ja, zet maar hier. Ja. Nou, zet maar bij mij, want dan anders komt jou? In de camera. Ja, en dan zorg ik dat bij de jongens heel goed. Terechtkomt. Doe ik van mezelf erop. Zo. Wel zelf opeten, hè? Nee, want ik sowieso zit ik een beetje... Oh, je bent aan het lijnen. Nee, ik ben niet aan het lijnen, maar ik zit een beetje... Diabetes? Op. Ja. Ja. Nee. Twee. Het is een beetje weg naarmate ik afgevallen ben. Ja, maar je ziet er goed uit. Dank mag ik dat wel. Even dank zeggen? U wel, dank u wel. Ja, ja, ja. Je mag tutoyeren, hoor. Ja, dat vind ik. Maar u heeft een beetje de stature van iemand waar je gewoon wel u tegen moet zeggen. Ja, eigenlijk koninklijk wel. Koninklijk bijna. Bijna koninklijk, ja, maar... Bijna, hoor, wel, niet helemaal. Ja. Nee, maar goed, u wilt natuurlijk weten waarom ik hier ben. Nou, waarschijnlijk loopt u vanzelf wel leeg, dus ik ben benieuwd inderdaad. Ja, 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 nou, ja. Maar ik denk, ik zal het zelf vast aankeilen. Ja. Stengel het maar aan. Ja, het is zo dat ik ben... Ja, gaat het? Ik vind het heel leuk, vind het gezellig. Ja. Ja, of heeft u nog last van die geur? Dat kan natuurlijk. Nou, de Elnet slaat er lekker in, maar dat geeft niets. Heerlijk, hè? Heerlijk. Er gebeurt tenminste wat nu. Ja, vind ik ook. Nee, ik ben goeroe. Cultuurgoeroe. Dat heb ik me laten vertellen. Ja, ja. En ik sta heel vaak zelf op het podium ook. Weet. Als dagvoorzitter. Ja. Ja, of voorzitter. Het maakt niet meer uit. Nee, het maakt niet uit. Nee. Wat is het? Onzijdig. Ja. Onzijdig, ja. Ja, ja. En waar plast u dan? Wat zegt u? Waar plast u dan? Gewoon op het toilet. Ja, maar bij de man of bij de vrouw. Maakt niet uit. Soms tegen de muur, als ik Marcel heb. Maar meestal op het toilet. Oh, u kunt... Maar maakt u keuzes? Keuzes moet je altijd maken altijd. In je leven. Ja, dat klopt. Dat is zo. En daarom, ik draag cultuur een warm hart toe. Ja, dat is heel fijn. Belangrijk. Bent u zelf persoonlijk geraakt door deze crisis? Enorm. Door uw dagvoorzitterschap bijvoorbeeld? Ja, alle evenementen zijn... afgeblazen. Ja, alles is afgeblazen. Dus het is, we kunnen er heel triest over doen. Maar ik heb gelukkig een buffer opgebouwd. Ja. U waarschijnlijk ook, want u klotst natuurlijk. Het geld klotst bij u over de rekening. Op mijn lippen staat het. Juist, inderdaad. Ja. He, met al die televisieoptredens van u. Met die linkse hobby van me, ja. Ja, maar het is dus geen hobby. Het is echt een vak wij uitoefenen. Ja, ja, ja. En dat wordt wel eens vergeten. Mevrouw Engelshoven. Ze zit hier vanavond. Ja, ik zou bijna zeggen, blijf lekker een paar uur zitten. Nou, ik heb er net al aangesproken in een klein filmpje. Ja. Hier, waar u zo lang over deed. Ja, wat ik 3 keer over moest doen. Maar dat was omdat u ernaast zat en ik voelde die kritische blik. Nou, en het is nog niet helemaal goed. Nou. Ik denk niet dat het vaak herhaald wordt. Oh, nee, voor de mensen thuis, wij spreken hier allemaal een filmpje in tegen een soort wand. En mevrouw zat daar net naast een klein hapje te eten. En het moest 4 keer over bij mij, want dat is natuurlijk allemaal gewoon zo amateuristisch als de pest. Nee, maar dat geeft helemaal niet. Want het is een linkse hobby inderdaad, dat zei u. Ja. Maar dat is het dus niet. Nee, natuurlijk niet. Het is echt een vak. Dat wordt en het is jammer dat de mensen die dus nu van school komen... of de mensen die dus al een tijdje bezig zijn... en die geen buffer hebben gebouwd, daar wil ik ook voor pleiten. Ja. Voor de komende periode, dat mensen, als ze weer gaan verdienen... Hè, we hopen natuurlijk... Ik heb hele goede connecties met Ziggo Dome. Nou, daar zijn er geen evenementen mogelijk. En al die mensen, die moeten geholpen worden. Ja. Maar eigenlijk zou ik een soort spaarpotsysteem willen bedenken of zo. Want wat zouden we zelf kunnen doen om de situatie een beetje te verbeteren? Nou, wij zouden met z'n allen...
gewoon moeten opstaan en op dat Malieveld. Maar ja, goed, dat kan ja, ja, dus we niet. Hebben hier een soort virtueel Malieveld. Ja, dat is waar. Nou, ik ben blij dat we hier in die fabriek zitten. Ja. Want ja, als je vandaag op het Malieveld zou staan... Nee, dan staat je niet in de modder. Ja, had je lieslaars aan. Nee, dat schiet niet op, inderdaad. Nee, inderdaad. Waarom is de toekomst van kunst en cultuur zo belangrijk volgens u? Is het van levensbelang? Het is van levensbelang. En wat ik ook gemerkt heb, hè, u gaf het net al eigenlijk aan bij de introductie. U wilde gelijk een hand geven. Ja. Huidhonger. U heeft huidhonger. Ja. Die meneer achter de camera, huidhonger. Die knikt ook. Huidhonger. Ja. Die meneer daar achter de camera, of is het een mevrouw? Nou ja, goed, dat kun je niet zien. Maakt ook niet uit. Het is te licht. Maar, ja, het is te licht. Ja. Maar die heeft ook huidhonger. Mensen hebben huidhonger. Ja. En er moet gewoon meer geknuffeld worden. En dat als we dat, zeg maar, weggooien, ja, dan wordt het een hele saaie boel. En dan wordt het echt zwart achter u. En als er geen cultuur is. Ja. Als ik u vragen mag, u gaat al een tijdje mee. U bent nog jong, maar u heeft al veel in levenservaring. Dank u. Gewoon puur op het onderbuikgevoel. Hoe lang denkt u dat we nog in deze situatie zullen zitten? Wanneer is alles weer gewoon? Wat denkt u? Nou, kijk, als ik Hugo de Jonge, minister van Gezondheid, moet geloven... Ja. Dan gaat het pas weer normaal worden als er een vaccin is. Ja. En als dat zo is... Nou, dan kunnen wij wel inpakken, meneer Groenendijk. Ja, dat denk ik ook. Want dan is de cultuur dood. Ja. En ja, dat is niet de bedoeling volgens mij. Nou ja, wie weet, sommige positieve geluiden zeggen eind dit jaar. Zou ja, misschien een dat zou mooi zijn. Hè? We gaan langzaam weer opstarten. Maar ja, misschien komt er ook... Nou, laten we nou niet dramatisch afsluiten. Laten we positief eindigen. Ja, ik teken voor 7 personen, want dat is uw volgende vraag. Dat is mijn volgende vraag. Ja, u bent heel goed gebriefd van tevoren. Ja, ja, ja. 7 personen. 7 en dat... En daar mag u uw handtekening voor zetten. Heel kort, dat zijn de mensen die bij u achter de schermen werken. Juist, ja. Er is iemand meegekomen, die zit hier. En ja, dat kun je niet zien hoor. Nee, die zat er net ook. Ja, ja. En nou ja, goed, de chauffeur en de mensen van de catering. Ja. En, ja, dat... U laat u rijden, dat is ook wel bijzonder. Ja, ja, ja. Ja, en ik mag ook gebruik maken van de regeringsjet. Oh, dat is fantastisch. Dat de stylist, of doet u het allemaal zelf? Nee hoor, dat wordt allemaal voor mij gedaan. Het wordt allemaal gedaan nu. Zo is het. Enorme chique poes. Ik vind het heel fijn dat u hier was. Ik vond het ontzettend fijn dat ik bij u mocht zijn. Maar altijd welkom. Ja, en is er nog een plekje dat ik een beetje ruimte heb? Ja, ik zou een mooi plekje zoeken. Je kan onderop, je kan aan de zijkant, in het midden. Ik doe het even hoor. Ja. Ik heb dus geen muziek bij hem of zo. Hoor. Dat geeft helemaal niks. Of een viool. Nee, een dat is helemaal niet erg. Sommige mensen komen alleen voor een gesprek. En u heeft bonbons meegenomen. Ja, daar ben ik eigenlijk blijer mee dan een stukje op die vleugel. Ik hou je eraan dat mensen dus dat ook... Dat, echt om 10 uur ga ik een rondje met die bonbons. Ik beloof het serieus. U wilt op een krukje?